Hallo! Terwijl jullie nu deze video bekijken, zitten wij eigenlijk in Amerika. For you! Maar we hebben gewoon tijdens onze vakantie gewoon video's voor jullie, so don't worry! Daarbij, als we terug zijn, komen er nog meer leuke video's aan. Maar dat zien jullie dan wel verschijnen op ons kanaal. Dus als je op de hoogte wil blijven van die video's en van gewoon onze video's, klik dan even hier alsjeblieft op deze knop. Yo, welcome. Dus hier een video wat wij meiden haten aan vliegen. Iemand die zijn muziek te hard heeft staan. Heerlijk, je probeert een beetje rustig te zitten en een beetje jezelf comfortabel te maken. En dan komt die persoon die naast je zit met zijn muziek. Diegene denkt even lekker zijn harde muziek met jou te delen. En begint ook nog eens even lekker mee te zingen en te swingen. Terwijl je vet hutje-mutje zit met elkaar. Rust. Geen wifi hebben op het vliegveld. Je wilt natuurlijk iedereen laten weten dat je deze vliegveld. Als je geland bent, wil je natuurlijk iedereen laten weten dat je deze vliegreis hebt overleefd. Maar ho, guess what? Er is geen wifi. Nu kun je die post op Facebook niet zetten en aan je vrienden vertellen dat je die reis hebt overleefd. Mensen die opeens hun levensverhaal beginnen te vertellen. Ik bedoel, vraag ik erom jouw hele babypuberteit te horen? No way, ik hoef niet te horen waar je bent opgetogen door je ouders of waar je die ene leuke jongen hebt ontmoet. Laat me gewoon met rust. Yo, ik ben Femke en ik ben 18 jaar. Ik ben geboren in 1995 en weet je, ik ben toen naar geboren in Helmond en ik ben toen zo opgestogen naar een school wat ik helemaal niks leuk aan vond. Maar er waren wel leuke jongens op en daar heb ik mijn vrienden op met, weet je. Dat is echt super leuk. En ja, ik weet niet, maar toen dacht ik gewoon van ja, laat ik eens iets anders gaan doen. En toen ben ik naar een andere school gegaan en dat vond ik daar ook wel een leuke jongen. Het was echt helemaal geweldig. En ik heb basketbal gedaan, ik heb sport gedaan, ik heb voetbal gedaan en mijn moeder die is, werkt bij de weet ik veel waar, maar ja, wat jouw wel hé. Mensen die in slaap vallen op je schouder. Please. Stop. Je zit eigenlijk een beetje te relaxen en dan valt er opeens een wildvreemde hoofd van iemand op je schouder. Wow, wat gebeurt er? Het is natuurlijk hartstikke lief dat deze persoon jouw schouder uit alle honderdduizenden schouders die daar allemaal zitten uitkiest om op te slapen. Maar jij kan je nu gewoon helemaal niet bewegen in dat hutje-mutje ruimte. Mensen die echt zo'n hele grote backpacktas hebben en niet doorhebben dat ze jou 10 miljoen keer in de face slaan. Hier hoef ik gewoon geen beschrijving voor te geven. Kijk de sketch maar. Oh. Je maandelijkse probleem hebben in het vliegtuig en de wc is fulltime bezet. En natuurlijk de turbulentie die jouw buikpijn niet vermindert. Daar zit je dan met je maandelijks probleem in het vliegtuig met een half gore, vieze, bloedige luier. Hoop op een plekje op de wc om daar beneden alles veilig te stellen. Maar nee, iemand vindt het zo nodig om de wc fulltime bezet te houden en jou met een bloedige luier te laten zitten. Mensen die hun telefoon niet willen uitzetten als ze gaan opstijgen, want ze moeten een oh zo belangrijk smsje versturen. Willen mensen dat het vliegtuig neerstort? Ik bedoel, dus naar een smsje en dat kan later ook nog. Get over it en zet dat ding gewoon uit, want niemand gaat op jou wachten tot jij dat belangrijke smsje hebt gestuurd. Je moet wel je mobiel doen hoor, zo meteen. Ja, even nog één moment te veel snel als je me stuurt. Oké. Je moet wel echt nu je mobiel doen, want we gaan zo meteen omhoog. En ik wil niet turbulentie of shit hebben, dus doe niet die mobiel uit. Nee, wacht even. Doe die mobiel. Mensen die constant naar de wc moeten en jij zit toevallig in het midden. Je kan 1, 2, 3 keer naar de wc gaan, maar dat is wel echt genoeg, want die blaas voor jou is echt niet zo groot. Dat je 10 miljoen keer naar de wc moet en ik 10 miljoen keer voor jou moet gaan opstaan, omdat jij zo nodig naar de wc moet. Wat haat jij aan vliegen? Laat een reactie achter hier beneden. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En klik hiernaast, hier en hier, voor onze vorige video's. We zien je volgende week weer met een nieuwe video. Doei!